Naast de Olympische Dag. Zijn in deze sporthal. 1000 van 14 basisscholen in de gemeente Ridderkerk. Goed, daar gaan we. 10. Welkom bij de Olympische Dag. De Olympische Dag is een sporttoernooi voor alle groepen 7 en 8 van het Ridderkerkse basisonderwijs. In totaal zijn dat 923 leerlingen die hier vandaag aanwezig zijn. Dat doen we natuurlijk niet alleen. De vakleerkrachten en sport en welzijn, dat doen we met 200 Albeda-studenten die hier vandaag aanwezig zijn om ons te helpen. En de vrijwilligers van alle meewerkende sportverenigingen zoals RVA en KCR. De Olympische Dag bestaat uit 6 sporttoernooien. We zijn hier bij badminton, dat is 1. In het zwembad is watersport. En dan op het sportpark zijn lijnbal, korfbal, handbal en slagbal. Dat zijn er in totaal 6. Dan is er ook nog een echt Olympisch dorp. Waar kinderen tussen de wedstrijden door zich kunnen vermaken. Wat kunnen eten, wat kunnen drinken, kunnen uitrusten. In de schaduw even zitten, want het is natuurlijk een warme dag. En we hebben net zojuist de openingsceremonie gehad. En vanmiddag om 3 uur komt iedereen weer terug hier naartoe. En dan hebben we een sluitingsceremonie en een medailleuitreiking. En dan zit de dag voor de leerlingen erop. Yeah.
En dan gaan we starten met de sluitingsceremonie. Als jullie een klein beetje het geluid kunnen dimmen, dat ik mezelf kan horen, zeg maar, dan gaan we starten. Kom eens weer. Ja, dan gaan we weer, hè. En goud is voor... Eerste prijs voor de Burg 1. Dan jullie erbij vandaan. Uit de donker. Ja, deze weer. Heel goed. Geweldig. Ja, en dan halen we naar de nummer 1, hè. Dan gaan we weer, hè. Eventjes. En bij slagbal is geworden de piramide uit Azerbeidzjan. Zullen we dan maar de eerste naar voren halen? Degene die goud heeft gewonnen. Dan gaat hij nog één keer. De rijer! Twee! Volgende keer zal jullie enige niet.